Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vorige week heb ik met deze rondje gereden. En als je iets wil laten ontsporen, moet je met 8 van deze rijden. Want elke paar meter gaat er wel iets uit de rails. En dat komt omdat al deze wagons heel erg licht zijn. Het tweede probleem waar ik nog niet zoveel last van heb, maar wat ik wel wil gaan verhelpen is... dat alleen mijn deze aan de rechterkant heeft stroompick-up. De linkerkant deze heeft dat niet. En de motorwagon heeft ook maar aan één kant, aan deze kant, bedrading zitten voor de stroompick-up. Aan deze kant niet. Terwijl de rest allemaal wel de volledige 5 aders er doorheen heeft lopen. Dus wat ik ga doen... is de achterkant, zullen we maar zeggen, voorzien van extra bekabeling en stroompick-up op de wielen. De motorwagen voorzien van de extra bekabeling, dat je op deze connector ook stroompick-up kan werken. En alle andere ga ik verzwaren, zodat deze trein ook daadwerkelijk een bocht door kan. Als eerste de achterkant, zo zullen we maar even noemen, zonder stroompick-up. En schuimrubber, zodat ik hierin kan werken zonder dat alles alle kanten op vliegt. Zonder dat het ding beschadigd raakt en hopelijk raak ik nu ook wat minder dingen kwijt. Kijk, dat past ook heel mooi. Om deze open te maken zitten er 2 schroeven hier in deze hoek. Dit is 1 en hier zit hopelijk nummer 2. Deze strip is magnetisch. Dit is een schuimrubber ding van ESU. Alleen ik vond het logootje wat erop zat nogal prominent en irritant in beeld. Dus ik heb dat eraf gehaald. Goed, wat ik doe is ik zet dit dadelijk weer vast. Ik haal hier de connector los middels die veer. Zodat ik de onderkant even los heb liggen. Nu is dit de plug. En hierop zitten alle... printbanen, maar 2 kabels ontbreken. Ik zal zo eens even kijken welke polariteit die nodig hebben. En ik ga hier op deze wielen de stroompickups maken. Stroompickups zitten erop. Ik heb van Benelux sporen van Night Train afgekeken dat je met zolbabsorb no clean soldeer verwijderaar. Als je die gebruikt, krijg je vrij harde stukken. En die kun je prima gebruiken voor stroompickups in de wielen, in het draaistel. De draden heb ik al gecontroleerd. Rood en zwart maken geen kortsluiting onderling. Ik heb hier al... de kabeling op de connector zitten. Ik ga dadelijk eventjes draden aan elkaar frummelen om te kijken als ik hem aansluit op de andere kant dat ik niet per ongeluk toch nog een kruislinkse verbinding heb. En als ik dat niet heb en het zit allemaal goed, dan is de kwestie van de draden hier allemaal aan elkaar maken, deze nog een beetje verzwaren, dichtmaken, klaar. Dan heb ik de eerste gedaan. Dit zijn de 2 kopstellen en voor de zekerheid loop ik ze even na. Hier aan deze kant zou die contact moeten maken hiermee. En aan deze kant, maar niet met die wielen. En aan de andere kant, zo zou het precies andersom moeten zijn. Hier contact mee, je kunt het piepje horen. En geen contact hiermee. Ik heb zo... Ik heb deze met
50 gram verzwaard. En dat voel je goed. Hij is een stuk zwaarder. Ik ga eens kijken of dat niet te zwaar is. Maar ja, ik kan er altijd nog wat uithalen. Zit weer in elkaar en onbeschadigd verder. Dus dat is mooi. Deze rammelt. Ga ik vastzetten. Ga ik verzwaren. Maar dat is hetzelfde proces als bij deze. Alleen hier zit een afdekplaatje nog op wat hier ontbrak. Dus die moet eraf van hieronder de schroef loshalen. Twee schroeven eruit, klaar. En dan is hij open. Met de twee kopwagens verzwaard en bij de ene de wielen van stoompick-up voorzien, is het nu de beurt aan de motorwagen. De motorwagen heeft maar naar één kant toe alle vijf de kabels doorlopen. De andere kant heeft er maar drie aangesloten zitten. Dus ook de motorwagen zal de stroom maar van één kant oppikken op dit moment. Daarvoor moeten er bij de ontbrekende kant een paar extra kabels getrokken worden. Het is hier duidelijk te zien. Deze heeft alle bekabeling. Deze mist wat. Dus ik ga hier de twee kabels bijzetten en helemaal naar hier toe trekken. Even kijken. Ja, rood zit aan deze kant. Zwart zit aan de andere kant. Nou, dat zou niet zo'n probleem moeten zijn om voor elkaar te krijgen. De extra kabel is getrokken. En dat betekent deze twee hier zitten op deze connector. Daar zo. En hier erbij. En daarmee loopt de stroom nu van het voorste rijtuig helemaal door de trein heen. Naar de motorwagen, naar het achterste. En bij het op de baan zetten zie ik dus ook dat de bezetmelder die ik gebruik ook de volledige trein ziet. Hoewel nu nog maar drie stukken lang. Dus deze kan weer in elkaar. En dan rest nog het verzwaren van de tussenrijtuigen. Ik ga er daar zeker één voor de camera doen. De rest van de rijtuigen lijkt allemaal erg op elkaar. Dus die ga ik niet één voor één laten zien, maar zeker wel het eindresultaat. Hier de eerste tussenwagon. Deze weegt echt niks. 125 gram in vergelijking met deze Roco's, die bij mij eigenlijk nooit ontsporen. Deze zijn 175 gram. Dus ik denk dat 50 gram extra hierin een goed startpunt is. Het openmaken hier is ook niets nieuws. Het zijn wederom dezelfde twee schroeven. Op dezelfde plek. De wielen zijn ook identiek. En als het goed is, komt deze kap er zo af. En dan kan deze uit de weg. Ja, daaronder zit geen gewicht. Hier aan de zijkant kun je de, heel voorzichtig de blauwe banken losmaken. Vervolgens kun je hier de veren losmaken. En als je de veren losmaakt, kun je deze twee koppelingen zo er terug halen. Een van de dingen die je dus ook kunt doen is deze hele koppelingen en bak omdraaien. Zodat je wat meer variatie hebt in wat voor en wat achteruit gaat. Maar hierin zit dus helemaal geen gewicht. Dit is alleen maar plastic. Het enige metaal, zoals iemand zei, is de twee veertjes, de wielen en de pantograaf. Dat is het.
Goed, daar wil ik aan toevoegen dat deze bekabeling ook metaal is. Maar ik ga hier 50 gram inleggen. En dat doe ik net als met andere stukken uit lood. Omdat ik geen andere materialen heb. En ik niet denk dat ik hier mijn vingers in ga zitten. Gewicht zit erin. Plastic banken kunnen er overheen. De bekabeling kan hier mooi onder. Zo. En die zal een stuk beter lopen, is de bedoeling. Ook een goed moment om het even te hebben over pinnenverlichting. Het is vrij makkelijk om hier een strip in te plakken met ledverlichting. En het probleem is alleen waar ga je hem, hoe ga je hem aansturen, waar hoe ga je hem aansluiten. Ik heb 5 aders. 2 zijn voor de stroompick-up. 1 middelste is voor de gedeelde decoder terugvoer. 1 is voor de front, 1 is voor de sluit. En dan een stop. Dus het enige wat je zou kunnen doen is de binnenverlichting aansluiten op de voedingsstroom zoals die komt van de voor- en van de achterkant. Dus de zwarte en de rode draad die ik zojuist helemaal doorgetrokken heb. Je moet dus ook alles doortrekken wil je dat kunnen doen, anders dan heb je in een deel geen spanning erop staan. Betekent wel dat zodra als de trein uit de rail staat, je altijd je verlichting aan hebt. Het is iets wat ik overweeg in de toekomst te gaan doen. Maar voor vandaag vind ik het verzwaren even genoeg. Dus ik ga deze in ieder geval weer terugzetten. Want het gewicht zit erin. Dus ik hoop dat deze nu een heel stuk minder vaak van de rails gaat lopen. In dit geval kon ik het gewicht gewoon klemmen. Die heb ik dus per ongeluk precies goed afgeknipt in feite. Overigens het knippen en het echt bewerken doe ik met handschoenen aan. Alleen het erin leggen doe ik met mijn blote handen. Omdat ik daar wat meer gevoel voor nodig heb. Als nou het lood niet vanzelf vastklemt, of wat je er ook in legt. Secondenlijm, plastic lijm, eigenlijk elk soort lijm werkt wel. Zoals je zag, hij reed lekker. Ik heb eerst getest met 50 gram. Maar dat ging beter, maar niet goed genoeg vond ik. Dus er zit nu 100 gram extra gewicht in alle tussenwagens. En 50 gram gewicht in de kopwagens. En daarmee doet hij het goed. De motorwagen heeft er duidelijk wat moeilijker mee. Maar niks onoverkomelijks. Hij heeft nu wat meer momentum ook. Ik vind hem lekkerder rijden. En ben er heel blij mee. Dus tot zover. Bedankt voor het kijken. En like, subscribe en tot de volgende keer.